zijn hier zo nu bij plaats Holland aangekomen. Welkom to Holland. Oké, we zijn hier nu in de winkel. En er staat hier gewoon een ding met Dutch. En er zijn echt allemaal dingen. Mentos. Ja, jullie weten wel. Hagelslag. Echt allemaal dingen. En hier zijn we nu naar het strand toe gereden. Ja, we zijn hier nu ook op het strand. Video. Het is nu maandag. Het is nu iets van 10 uur. We zijn net uit het hotel gegaan. En ja, we gaan nu hier boodschappen doen. We hebben nog wat spullen nodig. Dit is Mannerts. Dat is eigenlijk ja, haast alle winkels die in Nederland mogelijk zijn bij elkaar, zeg maar. Ja, daar gaan we nu even spullen halen. Dus ja, verder gaan we zo meteen 300 kilometer rijden naar Grand Rapids. En ja, dan weten we nog niet wat we gaan doen, maar dat zien we vanzelf. Ja, spullen gehaald. En nu gaan we zo in de auto. Gaan we even 300 kilometer. Ja, even. Ja, gaan we 300 kilometer rijden naar Grand Rapids. En verder stoppen we waarschijnlijk tussendoor nog wel eens. Hier staat trouwens alweer schoolbussen. Ja, schijnbaar is de school vandaag weer begonnen hier in Amerika. Maar oké, we gaan nu in de auto en rijden. Zo'n 300 kilometer gereden. Ja, we zijn hier zo nu bij plaats Holland aangekomen. Welkom to Holland. Natuurlijk op zijn Nederlands geschreven, behalve dat toe. Ja, we zijn hier zo nu aangekomen. Dit is een plaats dat heel dicht bij Grand Rapids ligt. Dus ja, we dachten, waarom gaan we daar niet gewoon nog even langs? We zijn 2 dagen in Grand Rapids, dus waarschijnlijk gaan we nog een keer hier langs. We weten nog niet wat we nu gaan doen, maar we zijn in ieder geval bijna bij het hotel. En ja, dat zien we nog wel wat we gaan doen. Toch, Laura? Oké, je praat niet meer. Yes. Je hoort hier trouwens alle auto's op achtergrond voor het geval je afvraagt wat je hoort. A few moments later. Oké, we zijn hier nu in de winkel. En er staat hier gewoon een ding met Dutch. En er zijn echt allemaal dingen. Mentos. Ja, jullie weten wel. Hagelslag. Echt allemaal dingen. Ze hebben alleen gisteren gewoon... Ja, dat ontbreekt wel. Stroopwafels, maar echt gewoon allemaal dingen wat gewoon echt Nederlands is.
zijn nu weer in de auto hier zo. We zijn even een muffin aan het eten en wat aan het drinken. Maar het is op zich best wel grappig dat hier zo gewoon stroopwafels en allemaal van dat soort dingen, van echt typische dingen verkopen ze dan. En soms staat dan de Nederlandse tekst erop, maar bijvoorbeeld stroopwafels, dat noemen ze hier zo stroopies. Dus ja, dat is dan ook wel erg grappig dat ze dat zo hebben veranderd. Ja, het enige wat ik nog wel mis is dat ze hier zo nog steeds de Amerikaanse vlag laten wapperen en niet de Nederlandse vlag onderhangen ofzo. We zijn hier zo nu naar het strand toe gereden. Ja, we zijn hier nu ook op het strand. Ja, het is natuurlijk heel erg toeristisch en dit is hier zo bij Michigan Lake. Daar zo is een vuurtoren en daar is nog een pier daarachter. Dus daar ga ik zo ook nog even heen. En die vuurtoren gaan we niet heen, want daar kun je volgens mij niet komen. Maar oké, we zijn hier nu, we gaan hier een beetje rondkijken en kijken voor wat shots voor jullie. En ik loop hier zo nu op de pier. Ja, ik weet niet of je het een pier kan noemen. Oké, ik moet uitkijken. Het geluid dat je achter me hoort is natuurlijk de zee. Nou, we lopen hier nu die pier op. Het is echt super smal. Je kan gewoon niet inhalen en zo. Dus ja. Oké, we lopen nu de pier op. Ik heb geen idee wat er te beleven is. Maar ja, je moet het wel gewoon hebben gedaan. Hè. Anders kun je later spijt krijgen dat je dingen niet hebt gedaan. Dus pak gewoon je kansen en zo. En daar is ze eindelijk. Je moet natuurlijk weer allemaal Insta-foto's en zo maken. Wat zeg jij, hè? Zeg jij. We lopen nu weer terug vanaf de pier. We hebben weer wat foto's gemaakt en wat dingen gefilmd wat jullie juist net hebben gezien, ja. En nu zijn we weer terug aan het lopen richting, waarschijnlijk gaan we weer richting de auto. We zijn nu eerst onderweg richting onze ouders en kijken wat er gebeurt. Dit water wat hier is, is trouwens zoet water, voor het geval mensen wat willen weten. En anders kun je er sowieso nog wel een hoop over op internet vinden. Dus, ja. Ze noemen het een hotel, ik weet niet precies wat het is, maar het zijn allemaal losse huisjes, maar we zien het vanzelf wat het is. Dus we gaan nu naar binnen en inchecken. A few moments later.
Nou, mensen, hier is onze kamer. Ja, de deur staat lekker open. Maar het zijn dus allemaal losse huisjes die waarschijnlijk zijn opgekocht of zo. En daar hebben ze toen iets van 4 kamers of zo van gemaakt. Ik weet niet precies. Hier is nog een ander nummer, onze buren. Ik heb geen idee of ze er al zijn. Maar we moeten dus met de trap hier naar boven. En dan een heel stuk met de auto lopen. Oké, even een snelle tour. Ja, hier is de mooie deur. Hier kun je eten bij tafel. Er zit zelfs een keuken in. Ja, hadden we niet verwacht. Het is eigenlijk gewoon een appartement. Klein appartement dan. Hier is gewoon een bank met een tv. Hier is een van de slaapkamers. Oh, oké. Hier is een van de slaapkamers. Met een tv. Zelfs een bureautje. Met een badkamer. Ja. En een douche en een mooi wc. Van een film wc. Kassie. Mooie kast. Kacheltje. Waar blijf jij in? Het hoeft niet gedetailleerd te zijn, hè? Dat maakt mensen toch gereden. Oké, okay, daar is een ding. Ik zal durven dicht doen. Oké, er zit zelfs een bovenverdieping op. Dus dat is logisch, anders kan je nergens anders nog een tweede bed hebben. Oké. Hier is het. Dit is natuurlijk nog heel klein. Ja. Hij loopt echt super snel. Of langzaam. Nou, hier is nog een badkamertje met een kraan en zo. Nog een wc. Wat doe jij? Dat klinkt nou niet. Wat doe jij? Oké, en hier is nog een tweede slaapkamer. Weet je. Dit bed is kleiner dan die dus beneden. Oké, en wij gaan nu de koffers halen. Eigenlijk zijn ze al van start toe aan het halen. Wij gaan nu de koffers halen en dan gaan we straks natuurlijk eten. En ja, in ieder geval, let's go mensen. A few moments later. Oké, we zijn nu even naar het bekende pizza restaurant gereden. Ik mag de naam natuurlijk niet noemen, maar jullie kennen het al van het gebouw. Zijn we gereden en dan gaan we nu natuurlijk pizza's eten. Oké, we hebben gegeten hier zo. En nu gaan we weer in de auto. Ik denk richting het hotel. Ik heb nog geen idee, maar... A few moments later. Oké, wij zijn nu ondertussen natuurlijk weer in het hotel. Het is nu 11 uur 's avonds al. Ja, ik heb een paar uur natuurlijk niet meer gevlogd omdat er gewoon helemaal niks meer is gebeurd. Ja, daarom wil ik nu ook de vlog afsluiten. We gaan natuurlijk zo meteen weer slapen, want we willen morgen gewoon weer dingen gaan doen. Ja, vandaag was natuurlijk een reisdag, dus we hebben niet heel veel beleefd. Maar oké, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Deel het met de mensen waarmee je het wil delen. En hopelijk tot de volgende video. In ieder geval, later mensen.